Bulls en Bis, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we de aanvragen doen van Monique en dat is EOS, Bitcoin Cash en Compound. Dus laten we er ook gelijk induiken. Voor als je nieuw bent, ik maak allemaal video's over crypto en ik zit ook al negen jaar in de crypto en ik wil al het goede gaan delen wat ik heb geleerd. Voornamelijk met traden en investeren. Uh, Bitcoin Cash tegenover Bitcoin, dat was even moeilijk. Ik denk, zeg ik nou dubbele, maar het is bijna dubbele. Het is zeg maar het foute broertje van Bitcoin, wat ik altijd heb geleerd. Deze gaf veel minder dan Bitcoin, dus hier bleef ik ook wel wat meer vanaf. Ik heb er wel wat leuke tijden mee gemaakt, maar ook weer hier tegenover de Bitcoin geeft het volgens mij move een move van 200. Ruim 200 procent. Die geeft hij nu weer helemaal terug. Hij respecteert wel de Fibonacci's, maar hij gaat er dwars doorheen, dus ik verwacht dat hij deze curve gaat vullen. En deze square ligt. Dat is misschien even makkelijk met een balkje. Die ligt dus hier. En je ziet dat hij er echt aan, naartoe aan het werken is. Dus grote kans dat we echt nog wel lager kunnen gaan. En je hebt, als je echt agressief bent en weet wat je aan het doen bent, kun je hier wel entries nemen. Maar ik, ik zou liever gewoon wachten. En dat het misschien eerst uit deze down move komt. En dit is wel heel strak, maar dat het eerst gewoon naar deze down move komt en dan pas actie ondernemen, dus dat het dan in de retrace en dan structuur heeft om misschien iets hoger te kunnen gaan. Maar je ziet dat doet hij hier ook. Hij breekt, tenminste, hij breekt hier uit. En hier zou je dan in een retrace kunnen kopen, maar daarna gaat hij gewoon weer lager. En daarom heb je altijd een stop -loss. Maar je hebt hier dus die square die gevuld kan worden. Duik in die twee uur of de één uur of het wel een hele grote scherp is, of dat die misschien wat kleiner moet zijn, of naar die kant. Dat moet jij even uh, uitzoeken. Ik ben ook niet je financiële adviseur. Ik probeer je te leren hoe je hiermee kan werken en hoe ik het een beetje doe. En voor, hoe het voor mij dus al echt al jaren werkt en dat ik het ook weer wel durf om het, om het online te zetten. Uh, dus tegenover, tegenover Bitcoin zie ik meer downside, maar als het goed is, is er niet heel veel downside. Als je de onderkant van die box kijkt, dan, ja, dan heb je het over een 13%. Daarom dat zeg ik, als je weet wat je doet, agressieve entries... op zich is dit helemaal geen gekke stoploss, een 13%. Of, of om al posities te bouwen. Ik zal je zeggen hoe ik het zou doen. Als ik zeg maar uh, 2% van mijn kapitaal... Zeg even, uh, zeg even 200 euro zou dat zijn... Uh, dan heb je dus die 200 euro... Ja, die 200 euro die kun je dan gebruiken om hier bijvoorbeeld een positie te maken. En hier een positie misschien te maken. Of als hij vanuit hier al uitbreekt. En daarna in een, in een retrace nog een positie te nemen. Maar zo kun je die 200 euro door vier hakken of door twee hakken. Hoe je het zelf wilt. Ik doe het verschillend. Bij de ene doe ik het meer dan de ander. Ik ga nooit all in of all out. Dat deed ik wel altijd, maar tenminste, dat deed ik altijd. Dat heb ik gewoon wel in het begin gedaan, maar dat, daar schiet je gewoon niet veel mee op. Ja, uh, nou, dus dat is een beetje het verhaal tegenover de Bitcoin. Als we, als we dan naar die dollarkant gaan kijken. En waar komt die nou in één keer vandaan? <coughs> dus let hierop, uh, de dollarkant. En hier heb ik nog een BTC-kant. Tegenover de dollarkant ben je tegen die 0,236 gekomen. Dus hier, je komt er tegenaan, je vindt de resistance en je pierst het. Of je gaat er eigenlijk doorheen, maar je pierst het dan. En daarna val je er weer lager. Dus je komt niet eens bij die 0.382. En je valt weer bij, die, ja, bij al die moving averages. En zo zie je ook weer, als, als die prijs onder die moving averages is, dan vind je het niet leuk om daar doorheen te werken. Want dan kan het best lang duren voordat het eenmaal deze targets gaat, gaat, gaat raken. Ook weer hier. Stel, je zit er niet in en je wil er nu meteen inspringen. Dan is je eerste risico, wat hij gewoon makkelijk kan doen. Ook weer hier zie je een square: een 20% naar beneden. Daarna heb je het over een 40% naar beneden. En ik zit heel even te zoeken. Maar op zich heb je denk ik wel met een 45% heb je het gehad. Je ziet ook een beetje waar die hier. Hikt hij tegenaan en daarna valt hij naar beneden. Daarna gaat hij naar boven. Hier ook, hij hikt hier tegenaan. Dus ik zou een beetje een low geven van, uh, van 300. Kijk, en dat is een beetje wat kan gebeuren. Dat, dat je hier misschien nog wel een high kan maken naar die 0.382. Wat je dus veel coins ziet doen. Uh, mijn vorige video heb ik er wel een paar en ook andere video's. Dan zie je dat veel coins tegen die 0.382 aan het werken zijn en niet meer verder kunnen komen. En wat je dan kan krijgen, is dat je misschien hier nog wel even een uh, soort van getreuzel kan krijgen. Maar dan heb je een, uh, ja, dan, dan heb je dus een weervlek. En als je er dan eenmaal onder komt, dan kun je dus misschien wel veel lager gaan. Dus die 40%. Maar stel dat je nog lager gaat, dan ga je dus misschien wel naar die vorige bodem. En dat is daar. Uh, stel dat je hier uitkomt, want dat doen ook wel een paar coins. Maar je moet je dus altijd afvragen. En daarom pak je ook winsten. Dus stel dat het wel hier uitkomt, dan heb je die 0.6 en 8 En die liggen weer heel mooi bij deze top en bij deze square up. Dus bij die 1150 zou een hele mooie plek zijn om winsten te pakken. Stel dat het verder groeit. Maar je hebt dus... Ja, wel een beetje een beervlek in wording. Dus pas daarmee op. En dat is tegenover de bitcoin. Of nee, dit is niet tegenover de bitcoin. Dit is tegenover de dollar. Wat, wat zijn de percentages dan? Dus stel je zit er vannacht hierin. Dan is die eerste tak nog steeds een 12, 13 procent. Die 0,382, ook dat is die belangrijker bij veel coins. En dan heb je een beetje die, uh, ja, die beervlek. Dat is een 40 procent. En die 0.68 zit op een... 90% en een pushje winnaar brengt je dan altijd hoger. Want de trend die hier naar beneden ging, is wel echt goed aan het buigen en we zijn hier uitgekomen. Je ziet ook een beetje dat we uit die box zijn gekomen. We landen er nu echt, een, echt op. Als ik hem echt helemaal precies houden. Dan, dan ben je er echt helemaal op geland. Maar ja, daarom met lijnen en die. Boxen, eh, dat kun je allemaal wel goed aanpassen. Het is best lastig om daar targets uit te halen. Die VIPS die zijn nog steeds het beste. Je ziet hier, hij valt echt wel een 80% waarschijnlijk weer. En hij maakt hier wel een higher low op dit gedeelte. En hier maakt hij een higher low op dat gedeelte. Dus het ziet er best wel rooskleurig uit dat je misschien nog wel naar die 0,382 komt. Dat is een beetje bij die 860 dollar. En dan heb je dus hier die 1150. Dat zit bij deze top. En hier ook, hier vanuit hier ga je weer veel verder naar beneden. En daarna kom je dus lager. Wat je dan kan doen is eigenlijk als je dus verder gaat. En je ziet ook hoe belangrijk die 0.236 hier is geweest. Hier paar 1, 2, 3, 4. piercen. meteen door, eh, tenminste wel weer retracement. En daarna door naar die volgende, die 3 of 2. En daarna bij die 0.6 en 8 hier, hoe belangrijk die ook weer is. Meteen een reactie erop, een flinke reactie. En dan vindt hij hier zeg maar zijn stop. Hij pierst het wel, die 0.382, dus het kan een goed teken zijn. Dus deze vips hebben we nu helemaal gehad. En ik liet je dus net die fips zien voor de eerste dag. Maar stel dat we dus nu verder gaan. Dan zijn we bij die 0.5 gekandeld. Vind ik nooit zo'n uh, ja, belangrijk... Belangrijke vipje in de crypto. In de, in de forex wel. Bij de crypto is het toch wel echt anders. Daar zie je veel minder reactie en Ik zit even een grafiek te zoeken waar ik het misschien iets dieper in kan. En hier heb je hem dus ook bij de 0.5. Als ik hem dan echt helemaal vanaf die top doe. Dan vind ik dit misschien nog. Dus stel dat je echt grotere targets wil. En de FOMO wil. Dan heb je het over 2500 dollar. Je bent dus wel echt jarenlang heel zwak geweest. En één keer een move gemaakt. Ook weer meteen die hele move in een hele korte tijd teruggegeven. Dus ik zou niet zozeer op deze targets azen. Eerder op die ene targets die ik je net liet zien. En dat zijn dus ook weer deze oranje VIPs. Dus deze. Weer die 1100 hier. 1160. Net hebben we 1150. Laten we doorgaan naar EOS. Want we zitten weer veel te lang in één coin. En ik zeg EOS, maar we moeten naar Compound. Compound tegenover Bitcoin, zijn we door die bodem heen gezakt. Ik ga gewoon snel. Uh, door die bodem heen gezakt. Dus het liefst wacht je gewoon tot helemaal beneden. Of. Oh. Of je weet wat je doet en je gaat de hele tijd de ring kopen en heel straks stap los zetten. Maar nu zou ik tegenover de bitcoin zou ik lekker wachten tot de bodem of dat hij hier uitbreekt. Dus dat hij geld laat zien, een retrace waar je in kunt kopen, waar je de structuur hebt gevonden om misschien iets hoger te kunnen gaan. Want hij wil hier uitbreken. Tenminste, als hij hier uitbreekt, dan kunnen we aan een hogere targets denken. Nu moet je nog steeds aan die kleinere targets. Dus deze targets heb je nu in de waar je kon kopen. Nu ga je proberen om zo laag mogelijk te kopen. En hier is, de, hier is dus de bodem. Dat is kort tegenover Bitcoin. Tegenover de dollar zit hij op een heel ander niveau. Hier ook weer, grote square, ups, springt weg, komt wel weer helemaal terug. Grote square, ups, springt weg, komt nu helemaal weer terug. Je hebt hier dus ook weer nog steeds wel een risico, maar je zit echt wel op een mooie plek daar. En niet per se nu, maar hier wel. Dus je risico is hier, 12 dat is die vorige bodem. En dan heb je hier dus ook nog die square zitten, en die zit een beetje op een 17, 18 bij die 0,83%. En daarna is je risico dit, 40%. Als je nu meteen koopt. Wat ik al zei, dit zijn veel mooiere spots om te kopen. Dan kun je hier misschien een strakker stoplosser onder zetten om hier een spot te kopen. Kijk naar PPT. Het kan ook zomaar helemaal de andere kant op gaan en de bodem doorbreken en veel laag gaan. Maar goed, gaan we hier support vinden bij die 0.786 of bij die 0.833... dan heb je dus over targets van groene targets. Hier die 0,236, 37%, die 382, 75% en de 0,68 op een 135%. En kijk ook weer of duik hier zelf dieper in, dat zit weer precies bij een square-up, bij de 639 dollar een beetje. En dan heb je nog hier push-your-winner voor als we hoog gaan. Dit was comp, laten we naar EOS gaan. En EOS is we wel een beetje te vergelijken met uh, Bitcoin Cash. Ook een oudje. En niet super sterk. Wel in het begin. Echt. In het begin was het echt één groot feest met EOS. En dat kan ik misschien beter vertalen naar de grafiek. En dit is tegenover de dollar. In het begin was het echt een groot feest met EOS. Hup, de eerste move 3400%. En uiteindelijk is die hele move een 4 4300%. Dus hier tussenin kon je treden en hier viel je op die 0.6 en 8. of uh, die 0.786 bedoel ik, want hier had je een mooie spot, weet ik nog, en hier inderdaad. Maar dat was voor die grotere move, nu zijn we een stuk verder, maar we kunnen wel weer dezelfde uh, manieren en we zijn beter geworden, of tenminste jij gaat ook gewoon beter worden. We hebben een higher high gemaakt op dit gedeelte. We hebben nog steeds een lower high op dit gedeelte. En daarom die oranje vips. Kijk hoe belangrijk die 0.68 weer is. Hij is bij die 0.68 geweest. En echt een retrace van niet van normaal. Hij is weer helemaal bij de bodem. Ook weer aanvragen. Uh, is het dan echt een goede coin? Je zit onder al die moving averages. Maar vinden we je support. Dan heb je dus over die targets naar boven. Maar we kijken eerst ons risico. 30%. 60% tot de vorige bodem. Tot deze bodem en 66%. Hier zit echt nog wel een square op. 85%. Kan allemaal gebeuren. en Ik druk hem per ongeluk weer weg. Maar stel dat we hier support. Of dat we hier support hebben gevonden. Dus ik zou er nooit hier in springen, maar weer de prijs naar me toe laten komen. Dan heb je het over een eerste target van een 26%, tweede een 58% voor 60% en een 117, 120%. Daarna push je weer naar hier. Wat EOS wel heeft achtergelaten is een groot square. En je moet je afvragen, is die hier gevuld? Maar dit is wel een hele grote candle waar die niet meer is terugkomen. En die square die ligt weer gelijk bij die 0,5%. Is die 0,5 dan belangrijk? Moeten we niet hier vanuit meten? Bij Bitcoin hebben we nu net, of afgelopen video, geleerd dat we wel weer misschien deze targets moeten raken. Maar hier hebben we het misschien nog over deze targets. En dan is die 0,6 en Die liggen weer precies bij die square up. En bij deze top. En je ziet ook weer dat deze targets vrijwel goed werken. Dus ik zou het eerst gewoon op deze targets houden als je EOS in zit. Als je in EOS zit. En in NOS heb je echt wel een tijdje gehad om beslissingen te kunnen maken. Om je hierin te positioneren of hier. Want hij is hier uitgebroken, een retrace. En een goede retrace, want hij is weer bijna helemaal tot die nog gekomen. En nu begin je weer een beetje geld erin te zien komen. En zien we er echt geld in? Nog steeds niet wat we hiervoor hebben gezien. Echt het, je ziet hier grote bulten, hier helemaal niks. Dus daar, ja, ik ben nog steeds wel een beetje kritisch uh, in de crypto. Omdat ik, ja. Hier ook weer deze targets ook. Hij heeft hier geen support gevonden, hij is er ondergevallen. Hier wel weer een mooi uh, voorbeeld van: als je een bodem do doorbreekt. Uh, dus hier vindt hij deelt het support. En moet ik even mijn lijn doen. Het is misschien niet precies recht, maar. Hier vindt hij dealt het sport. Eén keer, twee keer, drie keer, vier keer. Dan breekt hij er doorheen. Als hij er doorheen breekt, en hij gaat verder, moet hij toch weer even testen. Die, moet hij toch weer even die breakout testen. Wat hij vergeten te testen, is deze square up. Dus misschien dat we nu, als, we hier, als je hier agressief koopt, dat je in ieder geval move kan verwachten naar deze square. -up. En dat is toch weer een. Dan zeggen vanaf een 860-stator tot en met een 1100. Toch wel een 25%. Maar goed, ook hier, je zit nog steeds in die hele grote downmove. Het liefst wacht je dat hij daar uitbreekt en dat je dan verder kan kopen. Want hij is er nu dus nog steeds niet uitgebroken. En wellicht kun je... Nou, hier zie je eigenlijk ook wel weer... Dus hier heb je die grote openingen waar het niet meer is teruggekomen. Kijken in een uur of twee uur of dat wel klopt. Dat het misschien tot met hier gaat, of misschien wel tot met hier. Maar je ziet die prijs is er helemaal naartoe gekomen. En begint hier nu een beetje kopers te vinden. Maar het liefst wacht je gewoon tot die 725 satorsies. Hier een beetje. Of die 700 tot 750 satorsies. Ik denk altijd in zones. En alsnog zou je dus, we zijn weer hier door een bodem, je kan hier best agressief kopen, maar je wacht ook weer. Eigenlijk bij alles wacht je het liefste gewoon totdat hij weer een downmove breekt, een retrace maakt, daar een positie gaat nemen en dan pas wacht op deze target. Ik hoop dat je wat in deze video hebt gehad en dat je ook weer naar andere video's gaat kijken. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bedankt ook voor het abonneren.